Green happiness. Moet kunnen, toch? Het is weer een van die dagen. Een recept met kikken echt. Handige spaartip. Pasteltint terug. Kijk. Dit is zijn zomerlook. Geraspte appel. Hallo, welkom in deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend, Nikki is naar school. Lea is lekker buiten aan het spelen, zoals het ook hoort bij dit mooie weer. Daar loopt ze met haar bezem. Ik ben net terug van de Lidl. Devil komt zo hier gezellig ontbijten slash lunchen. En ik ga nu even de boodschapjes inruimen. Ik heb deze trouwens net gekocht bij de Lidl. Ik vertelde jullie laatst in een vlog dat ik per ongeluk super dure schoenen heb gepast. Die dan heel lekker zaten, maar ja, iets van... 86 euro of zo, dat ging ik er echt niet voor betalen. Deze lijken er wel heel erg op. En dat is ook iets van eco, weet ik veel. En die waren maar 15 euro. Ik laat ze wel eens zien als ik ze aan heb. Ja? Ben je huisje komen? Mama moet eventjes de boodschapjes in de diepvries doen en zo. Dadelijk, oké? Okay? Ik ga even de ijsjes wegdoen. Even de boodschappen opruimen, goed? Je moet het deurtje open doen. Nee? Ik ga daar zo heen. Oké. Lea slaapt, Nick is op school. Ik heb een beetje opgeruimd. Ik ga even zitten. Ik heb hier het boek van 50 Days of Green Happiness, het eerste. En omdat ik soms, ik wil gezond doen in die zin, het moet goed zijn voor mijn cholesterol. Ik wil er niet een opgeblazen buik van krijgen. En liefst wil ik wel bijkomen. En het moet snel gaan. Dus ga ik even wat snacks uitzoeken, wat ontbijtjes uitzoeken die erin staan. Met ingrediënten waarvan ik van de diëtist heb gehoord dat die goed voor mijn situatie zijn. Dus daar pak ik nog heel even de tijd voor. En dat is wel leuk, want dit boek is van Devil geweest. En Devil heeft hier wat punten bij gezet. Hoe lekker ze het vond. En ik zie bijvoorbeeld bij Snack Bounty Lolly, het klinkt natuurlijk ook heel goed. Dat ze die heel lekker heeft gevonden. Die heeft ze een 10 gegeven. Dit moet ik nog allemaal opvouwen, dus ik ga daar even zitten, denk ik. Moet kunnen, toch? Hallo. Ja, daar staat Lea. En hier ook. De A. En de H. En dat. En dat. De L. En dat. De A. En dat. De H. En dat. Allemaal. Nee, dat is de A. En dat is de H. Nou, we gaan maar lekker een boekje lezen dan op het dekentje. Ik wil hier. Dat. Boekjes. Ja. En mama gaat ook gezellig verder. Maarten gaat met Nikki op de fiets naar het zwembad. En ik ga met Lea op de fiets naar opa en oma. En Maarten en ik komen daar zo meteen naartoe. Want we gaan naar barbecue. Ik ben alleen zo lang als een slag. Dus ik ben al een half uur spulletjes aan het inpakken. Hallo, het is dinsdagochtend. Ik heb Nikki naar school gebracht. En Lea naar de peuterspeelzaal. Daarachter zie je nog steeds de was staan. Yeah. Ik ben gewoon lekker aan het genieten van het hier en nu, zeg maar. Ik heb even een snackje. Wortels met hummus. En om het goed te maken dat ik zo slecht heb gevlogd de afgelopen dagen, ga ik jullie nu een shoplog laten zien. Met gezonde producten van de Albert Heijn. Producten die ik gezond genoeg vind, zeg maar. Voordat ik dat doe, voordat ik het hier lekker uitstal en jullie laat zien, even een update over hoe deze ochtend is verlopen. Het is weer een van die dagen. Volgens mij is dat de link aan het feit dat ik ongesteld moet worden. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Dan is het ook zo dat ik dingen laat vallen of... Ja, ik ergens tegenaan stoot en zo. Wat vanochtend allemaal gebeurde was... Ten eerste waren ze aan het bouwen rondom Nick's gymzaal. Dus ik moest omrijden, maar ik reed verkeerd om en ik reed steeds verder weg. Dus het, ja, ik kwam te laat. Dan ging ik Lea wegbrengen. Putterspeelzaal ligt naast de gymzaal. Toen wilde hij naar mijn auto, toch? Ik heb geen autosleutel. Ik terug naar de putterspeelzaal bij Lea, daar lag hij niet. Ik terug naar de gymzaal, daar lag hij. Dus dat was één. Toen... Vergeet ik ook wat de tweede was. Onderweg naar de apotheek was ik met Maarten aan het bellen. En toen zag ik dat naast mij de lunchtas van Nikki nog stond. Dus moest ik terug naar school rijden. Terwijl ik al geparkeerd was bij de supermarkt. Terug naar school, lunchbox brengen. Toen weer terug naar de supermarkt. Boodschapjes gedaan. Geen parkeerplaats gekregen bij de supermarkt, omdat er kermis is blijkbaar hier in Brunsum. Dus weer omrijden, omlopen, zware tas tillen naar de auto. Je kan misschien hier nog een beetje zien. Dus
Maar goed, ik blijf gewoon lachen. De zon schijnt en iedereen heeft wel eens zo'n dag, toch? Ik ga de shoplog klaarmaken. Oké. Queen Happiness had het ook over speld. Dat volgens mij beter verteerbaar is. Dus ik heb wat speldkrekkertjes, speldbrood en wat speldmeel voor als ik bananenbrood of zo ga bakken. Kokosrasp voor een van de recepten. Kokosbloesemsuiker en majooldadels. Dan hebben ze een recept met kikkererwten. Dit is in ieder geval als je vegan bent ook goed om tot je te nemen. En rode kidneybonen. Klein potjes genoeg, want de rest hier lust er niet. Margarine. Of halverine. Dit is voor als papa's thuis is met de kids. Nick vindt deze lekker. Lea vindt het niet zo lekker. Dus voor haar heb ik een groentesoepje. En deze, ja, die vinden ze ook allemaal heerlijk. Dus voor tussendoor is het ook handig bij dit weer. Om genoeg vet binnen te laten komen bij de kids, zeg maar. Gezond vet heb ik makreel gehaald. Dat vindt Lea heerlijk. Dit is voor mij wat vleesvervangers, stoofvoorheepjes. Biologische kipburgers bij de Albert Heijn. Die zijn nieuw, zag ik. Biologische rundervinken en hamburgertjes, runderhamburgertjes. Dan hebben we rijpe bananen. Die zijn ook voor een van de recepten die ik ga maken. Citroen heb ik ook nodig om te bakken. En ook vind ik het lekker in wat water om te drinken. Dit is ja, voor overnight oats of gewoon voor havermout. Warm havermout papje. Dan had ik nog wat jam nodig met weinig suiker. Ja, zo'n natuur is altijd goed. En die was in de aanbieding. Dat was het. En ik heb 45 euro betaald. Vind ik best veel. Maar het is goed om te bedenken dat daar producten bij zijn waar ik langer mee doe. Of waar ik snacks van maak waar ik langer mee doe. Voorheen haalde ik altijd één of een half brood uit de diepvries. Voor een week of zo. Of hoe lang dan ook. Maar een handige spaartip is om het brood gewoon in te vriezen. En de plakjes die je nodig hebt gewoon eruit te halen en te laten ontdooien per dag. Wat vinden jullie van mijn Lidl sandaaltjes? Ze zitten heerlijk. Ik heb nog niet gemerkt dat ik zweetvoeten heb. Ondanks dat het echt super warm is. Maar goed, wat ik eigenlijk aan het doen was, is het brood in de diepvries. Ik ben even bezig met een nieuwe vlog nu Lea slaapt, met een update vlog. En als je dan zo achter de laptop zit, dan kun je net zo goed eventjes je nagels lakken. Want ja, al typend gebeurt er niks met die nageltjes. Ja, wat kiezen we dan hè? Ook in mijn nagellak zie je de pasteltinten terugkomen. Nikki is thuis en Lea. Lea wilde graag chocomel met slagroom hebben. Mama, kijk. Je bent helemaal vies. Je gaat eigenlijk lekker aan bad. Heb je nieuwe schoenen? Nieuwe schoenen. maar dat chocomel met slagroom past een beetje. Want het gaat dadelijk dus kennelijk onweren en weet ik wat allemaal. Dus Maarten is voor het eerst de caravan aan het beschermen. Zo'n zeil eroverheen aan doen. Maarten? Ja, druk bezig. Ik zei net tegen Maarten van, eigenlijk wel jammer, we hebben dit weekend geen, of aantal weekend geen gasten in de Airbnb. En afgelopen weken, 3 of 4 weken wel, gingen we altijd logeren. En het voelt nu zelfs een beetje raar en jammer dat we dit weekend niet weggaan, zeg maar. Maar ja, we moeten ook gewoon lekker van genieten om lekker thuis te zijn. Het komt ook wel goed. Papa, kan je alles maken? Ik vertel eens even wat we maken zijn dan. Pizza en soep. Wat zijn we maken? Pizza en soep. Oké. Lieve mensen. En wat vind je lekkerder, pizza of de soep? Pizza. Ja, maar welke pizza vind je het lekkerste? Pizza. Ik vind soep lekker. Vind jij soep lekker? Ja, met een hamburger. Met een hamburger? Hamburger. Of pizza is dat? Olé. Kan ik het? Olé. Pizza olé. Oeh, hier houden we van hè. En ja. Hoe heet het de oven? Even kijken eens aan. Even kijken. Ik kijk hier aan. 225 graden. Wow. 225. Maarten heeft gekookt en ik heb vandaag 2 vlogs geëdit. Wat vinden jullie trouwens van Maarten zijn nieuwe kapsel? Dit is zijn zomerlook, zeg maar. En ja, gewoon lekker makkelijk. En zomers. Maarten is bij een vergadering. Het is
8:30. De kinderen slapen nu net pas. Het is nog super warm. Dus ik kan ze niet kwalijk nemen. En ik ben eventjes een overnight oat aan het voorbereiden. Amandelmelk met water, geraspte appel, honing, kaneel, een banaantje erbij en aardbeidjes. Dat gaat dan overnacht in de koelkast. Ik ben heel erg benieuwd. En ondertussen heb ik ook een havermoutpapje voor. Zo meteen als avondsnack. En dan ga ik denk ik even oldschool televisie kijken. Dat heb ik echt super lang niet meer gedaan. Het zijn wel meteen 2 porties, dus dat scheelt weer. Hallo, het is woensdagochtend en ik ga nu mijn overnight oat testen. Het is woensdagavond. Het weer is zo lekker dat we na het eten nog even een rondje gaan wandelen. En ik moet nog even vertellen over een domme actie van mij vandaag. Althans, ik link het aan het feit dat ik ongesteld ben. Want dan heb ik altijd wel domme acties. Serieus. Vergeetachtigheid en dat soort dingen. Dus ik stond bij het ziekenhuis. Was even bij een bezoek. Bij mijn neefje op bezoek. Die ligt in het ziekenhuis. Ik stond bij de... Oh, woordvinding is ook zoiets. Ik stond bij de slagboom. En achter mij stonden al een rij auto's. Maar ik kon het kaartje niet vinden. Dus ik heb snel die tas op de kop gegooid en gezocht. Maar ik kon het kaartje gewoon echt niet vinden. Dus ja, moest ik even heel zielig doen. Zodat die mevrouw bij die infotoren geluidsding die slagboom omhoog deed. Is uiteindelijk gelukt. Voor deze keer. Ja. En we gaan nu even lekker wandelen. Mag ik ook mee? Ja. Oké. Okay. Mag ik ook mee? Ja. Oké. We hebben Nicky even gevraagd wanneer hij zonder zijwieltjes wil. En nog 1 nachtje slapen zijn. Hoi schat. Papa. Zo, het is donderdag namiddag. De kids hebben dus nu weekend. We gaan even... naar de piepen. Het is super warm en ik heb alle boeken even hier in. Nou jongens, daar gaan we weer. Dus ik kan niks worden. Deze is heel sterk. Mama, ja, kijk eens. Mama, kijk hoe sterk die is. Wow. En kijk hoe sterk die is. Met 1 vinger. Zo hé. Ja? Hij is ouwe. Mama. Hij kan niks. Kan niks. Ik geloof het of niet, het is bijna 30 graden of zo. Ik ga de vlees hier opzetten. Ja, de vissticks, hè? Ja, de vissticks. Lea, doe de vissticks opleggen. En ik ga wortelstampot maken. Is dat niet water? Nee, dat is koud water. Dan moet ik nog koken, schat. Mama, op! Mama, op! Wat een goede hulp heb ik hier vandaag weer. Goed, Solea. Kijk, klopt dat is. Mag het hier aankomen? Ja, je mag er aankomen. Maar kijk, ze mogen elkaar niet aanraken. Er moet altijd een beetje plek tussen zijn. Oh ja, mag zo. Ik dat ook? Ja, graag. Goed zo. En dan mag je dadelijk hier de volgende rij. Ik heb een klus te doen. Wat zeg je? Ik heb een klus te doen. Deze? Nou, dan ga ik de aardappeltjes schillen, goed? Papa's thuis en Maarten heeft speelzand meegenomen. En ik heb laatst van die schepjes gekocht, kijk eens. Het zijn speciale schepjes, je kan ermee scheppen en je kan er ook nog iets anders mee. Kijk, hier is het zand. Het leuke hiervan is, je kan die dus omklappen en dan kun je dus ook water uitpompen. Ja, zo is voor te scheppen, ja. Het is een pomp en een schep.